Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, via HAVO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we het hebben over de voorkennis van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 is het meetkunde hoofdstuk. Dus we gaan eventjes een paar stukjes meetkunde uit de derde klas kort herhalen. En dan ga ik de leerlingen die hier wel zijn vragen om even sommetje te maken. Dus de voorkennis bestaat uit hoeken berekenen, zijden berekenen en gelijkvormige driehoeken. En we beginnen even met die eerste twee dingetjes. Weten jullie nog dat als je een rechthoekige driehoek hebt en de hoek zit hier, dat die zijden dan een bepaalde naam hadden of zo? Ja, dat. Dit is de overstaande zijde. En dit is de aanliggende zijde. Zo, en hier ook nog even zijde. Hou ze er op! En hoe heet die schuine zijde? De hypotenusa, ofwel de schuine zijde. Ja, maar hij wordt ook wel eens de hypotenusa genoemd. Dat is een beetje een aparte naam. En het maakt uit waar die hoek zit. Dus als die hoek hier zit, dan is dit de overstaande zijde. En dit de aanliggende zijde. Toch? Ja, goniometrie. De namen van die zijde. Nou, de schuine zijde korten we af met S. De overstaande zijde korten we af met O. En de aanliggende zijde korten we af met A. En dan hoort er alleen nog van een raar woord bij wat je moest onthouden. Hoe heette dat woord? Wat was dat woord? Stoa. Nee? Soskastoa. Weet je nog wat dat betekent? Oké. Deze SOS staat voor sinus overstaande schuine zijde. Dus de sinus doet het met de overstaande en de schuine zijde. De cosinus doet het met de aanliggende en de schuine zijde. En de tangens doet het met de overstaande en de aanliggende zijde. Dus om precies te zijn, als dit hoek A is, of dat is een beetje ongeluk. Als dit hoek P is, ja, dan is de sinus van hoek P gelijk aan de overstaande gedeeld door de schuine. De cosinus van hoek P is gelijk aan de aanliggende gedeeld door de schuine. En de tangens van hoek P is gelijk aan de overstaande gedeeld door de aanliggende. En de cotangens. Want je vraagt natuurlijk af, je hebt sinus, cosinus, waarom heb je geen cotangens? Ja, je hebt ook de cotangens, maar dat is gewoon dat is de aanliggende gedeeld door de overstaande. Dus dat is één gedeeld door de tangens. De cotangens heb je helemaal niks aan als je de tangens hebt. Dus cotangens hebben we niet. Oké. En dit kon je dan gebruiken om hoeken te berekenen en om zijdes te berekenen. En dat ga ik niet heel uitgebreid met jullie doen. Ik ga eigenlijk van allebei even een voorbeeldje doen. Dus ik heb hier een driehoekje, zo. Deze zijde is 8, de schuine zijde is 10, ik wil deze hoek weten en dan is de vraag van jou, hoeveel graden is dat? Oké, volg even de redenering. Als je hier zit, welke twee zijden weet je dan? Hoe heten ze in deze benaming? Je weet de overstaande en de schuine. Wie doet het met de overstaande en de schuine? Alleen deze heeft de overstaande en de schuine. Dus je zegt, ik ga de sinus gebruiken. Dus deze hoek noem ik even A. De sinus van hoek A is gelijk aan overstaande gedeeld door de schuine, ofwel 0,8. Toch? Maar als je weet wat de sinus van een hoek is, dan kan je de hoek zelf berekenen op je rekenmachine met de shiftknop. Dan zeg je, de hoek is de shift sinus, en dat noteer je met sinus tot de macht min 1 van 0,8. En dat reken ik even uit. Is dit een beetje bekend, mensen? 53,1 graden kom ik op uit. Dus altijd, als je in een rechthoekige driehoek twee zijden weet, dan kan je met behulp van de sinus, de cosinus en of de tangens alle hoeken berekenen. Helder? Oké. Dus dat schrijf ik even op. Dat vind ik wel een mooie opmerking. Dat doen we hier. Dus als je in een rechthoekige driehoek twee zijden weet,
dan kun je alle hoeken berekenen. Dat zijn er maar twee trouwens, hè? Want die ene is 90 graden. Dat staat al in de tekst. Het is een rechthoekige driehoek. Dus er zijn maar twee hoeken die je kan willen weten. Dan kan je de hoeken berekenen. Oké, leuk. Maar er is nog een andere situatie. Als je een zijde weet en een hoek, dan kan je alle zijdes berekenen. Dat schrijf ik ook even op. Als je van een driehoek, van een rechthoekige driehoek, of als je in een rechthoekige driehoek, één zijde weet en één hoek, en natuurlijk niet die hoek van 90 graden, dat is flauw, hè? Dus ongelijk aan 90 graden, dan kan je alle zijden berekenen. Goed, voorbeeld. Ik pak even dit bord erbij. Hopelijk is het uitgeveegd. Niet helemaal. Oké. Oh, dit heb ik vanmorgen gebruikt. Ja, dat klopt. Goed. Een rechthoekige driehoek. Figo, wat vind jij een leuke hoek voor de rechthoekige driehoek? Hoeveel graden zullen we doen? Ja, 45 is een beetje saai. 85 graden, oké. Mijn schets is niet helemaal realistisch, maar dat maakt niet uit. En er is één zijde die we weten. Wie wil er een leuke zijde vertellen? Hoe lang is een zijde? Verzin eens een zijde. Iemand hier, van de muur. Nee, van de muur. Ja. 30 centimeter. En welke van de drie? Dus deze. 30. Oké. Dat is leuk dat je dan meteen het antwoord of zegt dat die aanliggend is, want dat hebben we straks nodig. Oké, welke zijde gaan we berekenen? De schuine. Oké, deze willen we weten. Goed, dit is de hoek. Dit is de aanliggende, dit is de overstaande, dit is de schuine zijde. Over welke zijde gaat dit? Hoe heten de zijdes waar het over gaat? De schuine en de... Dit is de overstaande. Daar staat niks bij en ik wil hem niet weten. Dus, de schuine en de aanliggende. Wie doet het met de schuine en de aanliggende? Cosinus. Want cosinus doet aanliggend en schuin. Dus in deze situatie ga ik de cosinus gebruiken. Dan zeg ik, de cosinus van 85 graden is gelijk aan aanliggend, 30 gedeeld door schuin. En nu moet ik de schuine uitrekenen. Hoe los je dit op? Als iets gelijk was aan een breuk, wat kon je dan altijd doen? Kruis. Briljant, Thijs. Kruislinks vermenigvuldigen. Kruislinks vermenigvuldigen betekent, als je een breuk hebt, is gelijk aan een andere breuk, dan kun je die keer die, is die keer die doen. Dus dan zeg je, 5 keer de cosinus van 85 is gelijk aan 30. 30 keer 1, hè? Dat is gewoon 30. Dus, dit is niet 5, dit is S. S is geen 5, ik moet mijn eigen handschrift lezen. Dus ik wil S berekenen en dan moet ik beide kanten delen door de cosinus van 85 graden. En dan staat er S is 30 gedeeld door de cosinus van 85 graden. En dat rekenen we even uit. Dus 30 gedeeld door de cosinus van 85 graden geeft 344,2. Oké. Dus op deze manier kan je in alle rechthoekige driehoeken, als je twee zijden weet, alle hoeken berekenen. En als je een hoek en een zijde weet, dan kan je de andere zijdes berekenen. Wat vinden jullie van deze boodschap? Duidelijk. Ik doe het een beetje sneller, maar dit was in de derde klas een heel hoofdstuk. Jawel, je hebt het online gehad, toch? Nou, dan moeten jullie goed de voorkennis maken. Oké. En dan nog een ding. Ja, tangens hebben jullie wel gehad? Ja, dat hebben we wel gehad. Oké. Nou, tangens werkt hetzelfde als sinus en cosinus. Maar tangens doet met de overstaande en de aanliggende. En sinus doet het met twee anderen. En cosinus ook met twee anderen. Dus het is hetzelfde als tangens, alleen je hebt te maken met andere zijden.
Maar als dit eng is voor jullie, dan moeten we misschien in het steunuur even wat extra sommen doen of zo. Ik denk dat dat iets is voor het steunuur. Oké. Ik wil graag ook nog even hebben over gelijkvormige driehoeken. Mag dat? Ja. Oké. Het is in ieder geval goed dat we überhaupt de voorkennis doen, want heel vaak zeg ik, nee, de voorkennis hebben we geen tijd voor. Hè. Dat is in ieder geval, komen we er in ieder geval achter dat sommige mensen er even extra mee willen oefenen. Oké, gelijkvormige driehoeken. Oké. Als er in twee driehoeken twee paren hoeken gelijk zijn, dan is er iets moois. Als er in één driehoek twee paren hoeken gelijk zijn, dan gebeurt er iets moois. Wat dan, meneer? Nou, even een voorbeeld. Dus ik heb hier een driehoek. En ik heb hier een driehoek. En deze driehoek is ABC. En deze driehoek is PQR. Ja? En deze hoek, hoek A is gelijk aan hoek P. En hoek C is gelijk aan hoek R. Ja? Dan zeg je het volgende. Dan zeg je, hoek A is gelijk aan hoek P. Hoek C is gelijk aan hoek R. Dus, driehoek ABC is gelijkvormig met, dit is een raar slingertje op zijn kant, hè? Dit symbool, dat is dit. Ja? Driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek PQR. En als je dit zo doet, moet je ervoor zorgen dat de hoeken die gelijk zijn op dezelfde plek staan. Dus hoek A staat aan het begin en hoek P staat ook aan het begin. Hoek C staat aan het eind, hoek R staat ook aan het eind. En die overige hoek die is dan ook gelijk, want samen zijn ze 180 graden, toch? Weet je nog, hoeken van een driehoek samen 180 graden? Ja. Dus als die en die gelijk zijn en die gelijk zijn en die ook gelijk. Alle hoeken zijn gelijk. Oké, als je dit hebt, dan kan je een verhoudingstabel maken. En in die verhoudingstabel zet je de eerste twee van de ene driehoek en de eerste twee van de andere driehoek. Dan de laatste twee van de ene driehoek en de laatste twee van de andere driehoek. En dan de eerste en de laatste van de ene driehoek en de eerste en laatste van de andere driehoek. En als je nou hier wat dingen van weet, dan kan je de andere uitrekenen. Dus dat ga ik even laten zien. Dus deze tekst mag weg, hè? Dat ging nog over het vorige. Dan gaan we het voorbeeldje doen. Oké. Deze is 8. Deze is 7. Deze is 6. En deze is 10. Ja, dan zeg je van, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Nou, dan ga je opnieuw dit schema maken, maar nu ga je dat doen met getallen. Dus AB is 8. BC is 7. AC is 6. PQ is 10. En die weet je niet en die weet je niet. Hoe berekenen wij in een verhoudingstabel? Ja? Ja, en hoe bereken je dit getal dan? Ja, 7 keer 10 gedeeld door 8. En 7 keer 10 gedeeld door 8, dat kun je natuurlijk uitrekenen als 70 gedeeld door 8. Dat is 8,34 of zo. Toch? Ja, 70 gedeeld door 8, 8,34. Oké. En 60 gedeeld door 8. Dat is 6 keer 10 gedeeld door 8. Ja, weet ik veel. Iets met een half of zo. 7,5. Oké. Goed. Hallo meneer. Hi. Goedemiddag. Welkom. Jullie komen lekker terug van de cross. Zeker. Oh, wat goed. We zijn net eventjes de voorkennis aan het uitleggen. En ik ben net mee klaar. Dus, heren. Wil iemand hier nog iets over zeggen? Nee, het is wel duidelijk.
Oké. Okay. Nou, jullie mogen rustig aan in je eigen tijd de voorkennis even doorknuffelen. En dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Op meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.